Goedendag, je kijkt naar weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we overwegend veel wolken boven het zuiden van het land. In het noorden is het opgeklaard en de komende uren lokaal nog mistig. We zien wolkenvelden, maar de zon komt ook door en lokaal valt er een spatje regen of motregen. Vanmiddag ligt de temperatuur tussen 9 en de 11 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Wolkenvelden, af en toe de zon en lokaal dus nog een spatje regen of motregen. Vanavond blijft het meest droog, ligt de temperatuur tussen de 6 en de 8 graden en de wind waait nog steeds matig vanuit het zuidwesten. En morgen zien we overwegend veel wolken, het blijft vaak droog, maar van het noorden uit gaat de kans op regen toenemen en vooral in de avond en nacht is het nat. Maar met 10 tot 11 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Op zondag trekt de storing naar het oosten weg, het klaart vaak op, maar in het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 9 graden. Bij een matige westelijke wind. Vanaf maandag gaat de temperatuur naar beneden, wordt het kouder, vooral in de nacht. Maar het blijft wel vaak droog en het klaart soms op. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.